mayonaise maken. Voor een goede mayonaise is het heel belangrijk dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Splits een ei. Het eiwit wordt niet gebruikt. Meng de eidooier met 1 eetlepel Dijon-mosterd, een halve theelepel zout, 2 theelepels witte wijnazijn en 2 eetlepels lauw water. Zet een kom op een vochtige theedoek, zodat hij niet gaat schuiven. Schenk het druppelsgewijs en onroerend met een garde 250 ml arachideolie bij. Halverwege kun je overgaan tot een dunne straal olie. Blijf goed kloppen. Zo zorg je ervoor dat de mayonaise goed bindt. Schenk er niet te veel olie bij, want dan kun je de binding verliezen. Schenk op het laatst onroerend 25 ml extra vierge olijfolie bij. Dit doe je ook weer druppelsgewijs. Klop als alle olie is opgenomen nog een halve minuut door, tot de mayonaise dik en glanzend is. Je kunt ook een staafmixer gebruiken. Die doet dan het klopwerk en de beweging is continu en gelijkmatig. Dat is iets makkelijker, de kans op schift is namelijk kleiner. De mayonaise wordt alleen ietsje dunner. De olie kan in één keer worden toegevoegd samen met de overige ingrediënten. Breng de mayonaise op smaak met vers gemalen peper en eventueel zout. Is het te dik? Verdun dan met wat water, citroensap of azijn. Je kunt de mayonaise een week bewaren in de koelkast. Zo maak je mayonaise.